Oké, nou, we kunnen onze tijd goed gebruiken vandaag, dus ik ga maar gelijk door. Dus ik wil met jullie even de belangrijkste, de komende half uur, drie kwartier, de belangrijkste principes doornemen van assemblage, het assembleren, protocol. En ik zeg er gelijk bij, ik zal daarbij veel details weglaten. Dus die details die komen nog aan bod als jullie daarna de oefeningen gaan doen. En we hebben ook na de lunch hebben we een soort vragenuurtje. Als jullie dan specifieke vragen hebben, die kunnen dan ook aan bod komen. Dus er komt nog genoeg ruimte voor de details. Maar eerst even vooral de hoofdlijnen. Het is wel erg handig als je deze cursus volgt, als je ook de basiscursus hebt gevolgd, al dan niet lijfelijk of op de video's hebt gezien. Ik wil toch even peilen of dat inderdaad, of jullie dat allemaal gedaan hebben. En misschien moet ik even de vraag omdraaien. Zijn er mensen die helemaal geen kennis hebben van de basiscursus? Schroom niet. Iedereen baaf gedaan? Nou, top. Dan kan ik op die onderdelen die daar belangrijk zijn, kan ik wat sneller doorgaan. Waar moet ik op mikken? Nog op de play. Oké, dankjewel. Goed, assembleren. Wat is het doel? Nou, het staat hier mooi weergegeven. Hè? Dus het bepalen van het veiligheidsoordeel van het traject als geheel. Dat is het hoofddoel. Maar behalve het traject als geheel is het ook belangrijk natuurlijk om te zien van, met name als het niet voldoet, waar zitten dan die zwakke plekken? Hè? Op welke plekken voldoet het dan niet? En dus naast een overal veiligheidsbeeld van het traject, levert het assemblage ook een beeld van de ruimtelijke verdeling. Van waar zitten de plekken die in orde zijn en waar zitten de plekken die wellicht verbetering behoeven. Dus dat is een tweeledig doel. Goed, nou, de overstromingskans die speelt hier natuurlijk een belangrijke rol in. Hè? Dat is de grote overstap, overschrijdingskans naar overstromingskans. Maar belangrijk om te vermelden, dat zal ook zijn weerslag hebben in de tool waar jullie straks mee aan de slag gaan, is dat de feitelijke formele overstromingskansberekening, die komt pas formeel ter beschikking in 2019. Er zijn wel workarounds al mogelijk in 2017, maar formeel wordt die uitgeleverd in 2019. En zelfs dan, in 2019, als die tool beschikbaar is, is dat nog steeds maar voor een deel van de mechanismen. En nou, dat heeft een belangrijke consequentie voor de assemblage tool en het protocol ook. Hoe gaan we nou om met de mechanismen, de toetsporen, waarvoor we niet zo'n formele kansberekening kunnen doen? En verder heeft het ook een belangrijk gevolg voor de uitvoer, het eindresultaat van het assemblage tool en protocol. Dat is dus niet daadwerkelijk een berekende kans van een overstromingskans van een dijktraject. Het is veel meer, zoals al gezegd, een beeld van de afstand tot de norm. En dat staat hier in die laatste aangegeven. Omdat het niet een keiharde kans wordt, is ook besloten om in te delen in een aantal categorieën, een aantal uitkomsten. En de kleuren die komen aardig overeen met het energielabel. En dus we hebben van de groenige kleuren, waarin het voldoet, tot de rode, oranje-rode, waarin het niet voldoet. En dus zo'n glijdende schaal is dat. En vooral daar in het midden is een interessante, die gele. Daar zit je in de categorie van, nou, die voldoet net wel aan de ondergrens. We komen er nog zo op terug wat die ondergrens ook alweer was. Maar al niet meer aan die signaleringswaarde. Hè? Dus dan zit je echt op het randje. Nou, assembleren, een stroomschema, dus in feite bestaat het uit drie belangrijke stappen. Om te beginnen, hierboven de streep, is de uitkomst van alle verschillende toetsporen. Dus dat is het hele toetsproces dat eraan vooraf gaat. En dat is, als het goed is, allemaal verzameld zoveel mogelijk in ringtoets. En ik begrijp inmiddels dat ringtoets een andere naam heeft gekregen, maar hier staat het nog als ringtoets aangegeven. Dus van alle individuele vakken en individuele toetsporen is in principe, daar gaan we vanuit ook vandaag, een oordeel beschikbaar. En er is ook één oordeel beschikbaar. Hè? Dus het kan best zijn dat je zowel een eenvoudige toets hebt doorlopen als een gedetailleerde toets. En misschien zelfs een toets op maat. Maar uiteindelijk is zeg maar één van die drie gekozen als zijnde het eindoordeel. En dat is waarmee we van start gaan in het assembleren. Nou, de eerste stap is dan om voor een individueel toetsspoor alle vakken tezamen te nemen, te combineren tot één trajectoordeel per toetsspoor.
Nou, dat doe je vervolgens voor al die toetssporen. En daarna ga je, en dat is dan stap 2, al die toetssporen, die trajectoordelen voor elk toetsspoor, combineren tot een totaal veiligheidsoordeel. En dan, daarmee voldoen we daar linksonder aan zeg maar, de eerste doelstelling van het assemblageprotocol, assemblagetool. Het totale veiligheidsoordeel. Maar dan zijn we nog niet klaar, want we willen dus ook nog iets van een ruimtelijk beeld hebben. Dus dan is stap 3 van belang. Dat begint dat we eerst een nieuwe indeling maken in deelvakken. Waarom is dat? Nou, je hebt verschillende toetssporen, die hebben allemaal verschillende vakindelingen. En om die uiteindelijk te kunnen combineren, moeten we uiteindelijk toe naar één gecombineerde vakindeling. En hoe dat werkt, daar komen we zo op terug. Nou, vervolgens krijg je dus een nieuwe, zeg maar, overall vakindeling. En voor elk van die vakken gaan we een oordeel vellen door al die individuele toetssporen te combineren per vak. En dan krijgen we dus ook per vak krijgen we zo'n energielabel, van rood tot groen. En dan krijgen we daardoor een heel mooi ruimtelijk beeld van waar zitten de sterke plekken en waar zitten de zwakke plekken. En dat is dus de tweede uitvoer waar we naar op zoek zijn. Nou, ditzelfde stroomschema laat ik hier zien, maar in een ander format. Iets meer geschematiseerd. Het is niet helemaal goed te lezen, de letters denk ik achterin, maar het gaat even om een beeld. Dit is gewoon een rekenvoorbeeld uitgewerkt in Excel. En wat je hier ziet is bovenaan 4 verschillende toetssporen. Doet er nu even niet toe welke toetssporen dat zijn. En verticaal zie je verschillende, hier is de kilometrering van het traject. En je ziet al verschillende vakken. En je ziet dus ook dat per toetsspoor heb je andere vakindeling. Nou, de kleuren die je hier ziet, die geven dus aan in welke mate een vak al dan niet voldoet aan de veiligheidseisen. Wat de afstand is tot de gestelde norm of eis per vak. Nou, en dan is dus stap 1, het combineren van alle vakken per toetsspoor. Dat is dus in feite het combineren deze richting op. Nou, dan zie je al dit toetsspoor, daar zijn alle vakken groen. Dat ziet er allemaal goed uit. En de combinatie komt er ook groen uit te zien. En in dit geval heb je een spoor waarbij er helaas 1 vak is wat op rood uitkomt. En dan is dus in principe het hele traject voor dat toetsspoor komt ook uit op rood. Nou, hoe die berekeningen en die combinatie gaan, daar komen we dus uitgebreid later op terug. Nou, dat was stap 1, dus het combineren van alle vakken per toetsspoor. Vervolgens gaan we deze eindoordelen per toetsspoor gaan we weer combineren deze kant op. Dat is stap 2, het combineren van alle toetssporen. En dan komen we dus tot 1 veiligheidsoordeel. En je ziet al gelijk dat in dit voorbeeld dat ene rode vak, die ene rotte appel, in feite ervoor zorgt dat het totale traject ook op rood terechtkomt. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend, maar volgt natuurlijk wel het principe van die ketting die zo sterk is als de zwakste schakel. Dat betekent dus natuurlijk ook, het is evident dat je niet het hele traject op de schop moet per se, maar dat mogelijk alleen dat ene vak versterking behoeft. Goed, dat is stap 2. Nou, en dan vervolgens stap 3 is dus dat oordeel per vak. En wat je al ziet is, we hebben dus eerst een nieuwe vakindeling hier gecreëerd met relatief kleine vakken. En het werkt volgens het principe van zodra er hier ergens een vakgrens zit bij één van de toetssporen, dan moet daar in deze vakindeling ook een grens worden gesteld. Dus vandaar dat het echt zeg maar, de kleinst mogelijke vakindeling krijg je daar. En voor elk van die nieuwe vakken komt er weer een nieuw kleurtje. En, nou, het combineert dus allemaal deze kant op. En je ziet weer daar, komt weer dat ene rode vakje, komt daar ook weer tevoorschijn. Dat is dus stap 3. Het combineren van al die toetsporen, maar dan op vakniveau. Er zijn dus 3 stappen en er zijn daardoor ook gerelateerd, zijn er ook 3 assemblageniveaus. We hebben dus het allerhoogste niveau, dat is het totale veiligheidsoordeel van het hele traject. We hebben een tussenniveau waarbij we dus per toetsspoor een oordeel hebben, ook weer voor het hele traject. En we hebben het allerlaagste niveau waarbij we dus per toetsspoor, per vak een oordeel hebben. Nou, en daar zit een bepaalde samenhang in, van welke eisen worden nou aangesteld. En om die samenhang te begrijpen, is het belangrijk inderdaad om dit soort begrippen, signaleringsnorm, ondergrensnorm, faalkansbegroting en lengte-effect, die zijn daar cruciaal bij. Nou, jullie hebben dus gelukkig allemaal de basiscursus gevolgd, dus jullie weten dat als het goed is al. Desondanks, voor de zekerheid toch nog maar eventjes een hele korte opfris moment. Nou, allereerst signaleringsnorm en ondergrensnorm. Nou, dat is denk ik voor de meeste van jullie helemaal gesneden koek. Hè. We hebben dus die signaleringsnorm. Zodra je daar maar aan voldoet, dan is het in principe in orde.
kom je daaronder terecht, oftewel heb je een geschatte overstromingskans van je trek dat groter is. Dan wordt het zaak om dat te gaan melden. Dan wordt het misschien tijd om in actie te komen. Maar zolang je nog maar steeds aan de ondergrens voldoet, is in principe het veiligheidsniveau nog wel voldoende. Ga je ook echt door die ondergrens heen, oftewel kom je op een geschatte overstromingskans uit die groter is dan die ondergrens, dan is het in principe sprake van afkeuren. Nou, en die signaleringsnorm, die ondergrensnorm, daar zit voor de meeste trajecten zit daar een factor 3 in kans tussen. Maar zeker niet voor alle. Voor sommige trajecten zijn die twee zelfs exact gelijk aan elkaar. Nou, dat is één. Het volgende is de faalkansbegroting. En we moeten dus een oordeel leveren voor een traject. Maar falen kan dus op meerdere manieren gebeuren, meerdere mechanismen. En daarom verdelen we die norm, verdelen we onder in die verschillende toetssporen. En daarbij huldigen we het principe van, stel dat dit de norm is van het traject, 1 op 1000. Dan stellen we faalkanseisen aan die individuele toetssporen. En dat kunnen we in principe op alle mogelijke manieren doen, zolang maar de som van deze eisen kleiner is of gelijk aan deze waarde. En dus in feite gaan we deze waarde gaan we onderverdelen. En we weten gewoon zeker, dat is gewoon een zekerheid, als je namelijk de som van deze kansen neemt, dat is zeg maar altijd groter dan de werkelijke totale kans. Dus als je de som neemt van deze kans, is dat per definitie een conservatieve benadering. Dus daarom kun je in principe vrijelijk spelen met die faalkansbegroting. De vraag wordt al eerder gesteld, van wat kan ik daarmee doen? Nou, in principe kun je die op elke mogelijke manier samenstellen hoe je maar wilt, zolang de totale som maar niet boven deze waarde uitkomt. Nou, dat is de faalkansbegroting. Nou, binnen WBI beginnen we met een soort default faalkansbegroting. En die is uitgedrukt dus in percentages. Bijvoorbeeld voor opbarst en pijping staat daar 0,24, oftewel 24%. Dat betekent dus dat we 24% van de totale norm, dat we die toekennen aan pijping, opbarst en pijping. En dat we op basis daarvan dus de faalkanseis definiëren voor het mechanisme. Voor toetspoor, opbarsten en pijping. En je ziet, we hebben ervoor gezorgd dat die optelsom altijd weer op 1 uitkomt. Daarmee waarborgen we dus dat de totale som van die faalkanseisen nooit boven de norm uitkomt. Nogmaals, dit is dus de default faalkansbegroting. Als het nou voor je specifieke traject geldt, dat dit een vrij ongelukkige keuze is. Dus dat bijvoorbeeld opbarsten en pijping helemaal niet voorkomt in het traject. En dat een ander mechanisme veel belangrijker is. Dan heb je dus de ruimte om daarin te schrijven. En tijdens de oefening kunnen we daar ook op terugkomen van hoe doe je dat nou in de assemblage tool. En dan is er nog het lengteeffect. Dus behalve dat we door verschillende mechanismen een traject falen kan optreden, is het ook nog zo dat op verschillende locaties falen op kan treden. En daar moet je dus ook rekening mee houden. Dus dat de faalkans van een enkele locatie anders is dan de faalkans van een heel traject. Zelfs als dat traject er op het oog er exact hetzelfde zou uitzien. Nou, daar is dus het lengteeffect voor. En dat lengteeffect wordt bepaald per toetspoor. Dat is omdat typisch voor geotechnische faalmechanismen zoals pijping en maakstabiliteit, daar is dat lengteeffect relatief groot. En dat heeft een beetje te maken met het principe, omdat zeg maar, die ondergrond en die onzekerheid daarin, die is zo belangrijk, dat ja, je zou als het ware kunnen zeggen dat in feite elk nieuw dijkvak of elke nieuwe locatie is als het ware weer een nieuwe kans op een zwakke plek. Dus daardoor zit er een vrij groot verschil tussen de faalkans van een locatie, de overstromingskans van één locatie, en de overstromingskans van een heel traject. Kijk je naar een ander mechanisme zoals overloop-overslag, daar is dat weer een ander verhaal. Want dat is ja, heel sterk gedomineerd door onzekerheden in de belasting. En voor de belasting geldt, als het op één locatie een hoge belasting is, dan is het zeer waarschijnlijk op een andere locatie ook een hoge belasting. Voor dergelijke toetsporen waar de belasting dominant is, is dat lengteeffect relatief klein. Dus dan is het een relatief klein verschil tussen de overstromingskans van één locatie en de overstromingskans van een traject. En zo hebben we dus voor elk toetspoor brengen we dat lengteeffect in rekening. En zeg maar in de protocol hebben we daar gewoon echt vaste waarden voor ingebracht. En die waarden kunnen nog wel eens ook per traject verschillen. Die waarden moet je soms ook uitrekenen. Hoe langer het traject, hoe groter het effect. Goed.
Waarom heb ik dat verteld? Nou, dat heeft met name hiermee te maken dat we grenzen stellen aan, zeg maar, wanneer we bepaalde trajecten of vakken toekennen aan, aan een kleur. En daar komen ook die lengte-effectwaarden en die Falkensbegrotingen komen daarin terug. Dat geldt nog niet op dit niveau, het allerhoogste niveau, dus het toetsoordeel per traject, het veiligheidsoordeel. Daar hebben we dus die vijf categorieën voor, A+, A, B, C en D. Het traject valt in die categorieën op basis van deze grenswaarden die gesteld zijn. Hè. Dus laten we even beginnen bij het dijktraject voldoet ruim, A+. Wanneer kun je dat stellen? Nou, als je hebt vastgesteld dat, dat zeg maar de overstromingskans, de geschatte overstromingskans, een factor 30 kleiner is dan de signaleringswaarde. Of misschien zelfs wel nog kleiner. Hè. Dus dat zit je dus... Een zeer lage overstromingskans die dus op een relatief verre afstand zit van die signaleringsnorm. Dan krijg je echt, dan voldoe je echt ruim. Nou, in categorie daaronder, dijktraject voldoet, dan zit je dus tussen die eerder genoemde waarde van 30 keer veiliger en de signaleringswaarde zelf in. Dan komt er een relatief kleine categorie waarbij je dus tussen de signaleringswaarde en de ondergrens in zit. Dus daar zit dus of een factor 3 verschil tussen. Of in het geval van sommige trajecten zelfs een factor 1. Dus dan zijn deze waarden aan elkaar gelijk. En dan voor die trajecten kun je dus in feite niet in categorie B terechtkomen. Heb je een voorbeeld daarvan? Want mij komen ze niet zo naar voren sturen welke trajecten dat bijvoorbeeld zou zijn. Of is dat... Kan ik weet het niet uit mijn hoofd, maar straks ook met die tool dan krijg je, heb je een lijst van al die trajecten. En daar staan ze ook... De grote lijst dus. Ja, volgens mij de Waddeneilanden. Wij hebben dat. De Waddeneilanden, volgens mij. Ja. Dus ja, het is of een factor 3 deze categorie bestaat niet. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, in spiegelbeeld hebben we aan de andere kant precies hetzelfde. Hè. Dus een dijktraject voldoet ruim niet als het zeg maar de geschatte overstromingskans 30 keer de ondergrens is. Dus veel groter. Of misschien zelfs nog meer. En dan hebben we nog een categorie C die daar tussen die ondergrens en deze waarde in zit. Zo, dus hebben we verschillende gradaties. En met uitzondering van deze categorie kun je zien dat het best relatief grote categorieën zijn. En dat is ook wel bewust gekozen, omdat we toch wel realiseren dat er best wel wat, er zit best wel wat onzekerheid in de uitkomsten. En ja, als we het veel kleiner zouden maken, dan zouden we met 10 of 15 verschillende categorieën komen. En dan creëer je toch een soort van schijnnauwkeurigheid. En dus hier hebben we toch een mooi beeld van voldoet ruim of voldoet niet. En toch een mooi aantal van 5 categorieën. Dit is in feite dezelfde informatie, maar even iets anders weergegeven met wat meer letters. Dit is eigenlijk de informatie zoals je het in de meeste rapporten terug zal zien. Maar ik vond het wel prettiger om eerst eventjes met de individuele grenswaarden te laten zien. En dus hier heb ik het gewoon weergegeven in P, dat is gewoon de geschatte of berekende overstromingskans. Als die maar kleiner is dan een 30ste keer de signaleringswaarde, dan kom je dus in deze categorie terecht. Nou, en zo herken je misschien wel direct deze waarde terug die ik in de vorige sheet ook al liet zien. Nou, dit is dus voor het traject als geheel en voor alle toetsporen tezamen. We hebben ook voor, als we zeg maar naar individuele toetsporen krijgen, hebben we ook diezelfde categorieën met nog één extra erbij. Ik kom er zo op terug waar die vandaan komt. Alleen de waarden zijn iets anders. En ik had hele mooie lijntjes getrokken en ik zag vlak voor deze presentatie tot mijn schrik dat bij de omzetting naar een nieuw format dat er wat kleine dingen verschoven zijn. Dus let hierbij even extra goed op, dan zal ik je proberen erheen te helpen. Dus wat hebben we hier? We hebben, negeer voor het moment eventjes die paarse categorie. Dan hebben we weer diezelfde 5 kleuren. En die corresponderen heel erg met die kleuren die je hiervoor al zagen. Een belangrijk verschil is wel de belettering die erbij staat. En dus voorheen was het nog categorie A+ en A. Nou, er is besloten om, zeg maar, omdat we nu praten over per toetspoor, om even duidelijk het onderscheid in te maken dat die twee niet door elkaar gehaald worden. Dus daarom wordt er een andere nummering aangehouden. Dus worden Romeinse cijfers gebruikt. En tevens komt ook nog het onderschrift T bij om aan te geven dat het wel op trajectniveau is. Zometeen komen we ook nog met het onderschrift V om aan te geven dat het op vakniveau is. Nou, we hebben dus weer diezelfde kleuren en die corresponderen ook heel erg. Alleen de eisen die we stellen zijn iets anders.
Ze lijken wel heel erg op de waarden die we hiervoor lieten zien. Hè? Dus nog steeds 1/30 van de signaleringswaarde, et cetera. Maar hierbij brengen we ook nog eens extra die faalkansbegroting in rekening. En dat betekent in feite dat we voor deze categorie nog eens een extra strenge eis stellen. Nou, de reden dat we dat doen is dus om rekening te houden met het feit dat dit categorieën zijn per toetspoor. En dat we later nog eens al die toetsporen samen gaan brengen. En dus daarom moeten we, hè, en dan krijgen we toch een soort van quasi optelling van kansen, dus we moeten daardoor een wat strengere eis stellen. Echter, die strengere eis die stellen we alleen voor deze bovenste drie klassen. De klassen waarbij we in principe over goedkeuren spreken. Dus daarom, deze letters staan dus eigenlijk boven de streep, hadden ze moeten staan. Als we onder de streep kijken, dus de twee klassen die meer wijzen op afkeuren, dan doen we dat opeens niet meer. Dat in rekening brengen van die faalkansbegrotingfactor. Dus dan stellen we in feite dezelfde eis als dat we doen op het hele het totale veiligheidsoordeel. Nou, dat is best een rare sprong. We hebben dat ook eerder gemerkt als we met collega's hierover spraken. Van, hoe zit dat nou met die sprong? Nou, in de komende sheets hoop ik daar meer duidelijkheid in te geven. Maar voordat ik dat doe, ga ik toch even een sprongetje maken naar de volgende categorie. Namelijk per vak. Daar hebben we eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Dus je ziet weer die kleuren terug. En er komt weer een extra paarse categorie bij, waar ik nog steeds zo meteen op terug zal komen. En wederom, boven deze streep, gaan we weer een extra strenge eis stellen. We brengen weer die faalkansbegroting factor in rekening. En daarnaast brengen we nu ook nog eens het lengteeffect in rekening. En dat is natuurlijk omdat we nu echt op vakniveau oordelen. En nou, daar, later moeten we die vakken gaan combineren tot een traject. Dus dan gaat het lengteeffect een rol spelen. Dus daarom brengen we hier ook nog eens een extra strenge eis in rekening met die beide factoren. En onder deze streep doen we dat weer niet. Daar blijven we vasthouden aan die oorspronkelijke eis die we ook aan het traject als geheel stelden. Nou, ik kan me voorstellen dat de vraag nu toch wel leeft van waarom is dat? Nog even als laatste opmerking, je ziet daar het onderschrift V wordt daar gebruikt. Hè? Dus als je over vakken praat, onderschrift V. Als je over traject praat, onderschrift T. Nou, waarom toch die tweeslachtigheid bij het stellen van die categoriegrenzen? Nou, dat is om even om dat toe te lichten. Even schetsen van wat gebeurt er nou als we naar een geschatte kans van een vak gaan naar een traject. En dat heb ik al eerder aangehaald, dan gaat dat lengte-effect een rol spelen. Nou, het werkelijke lengte-effect, dat weten we nog niet. Dat gaan we in 2019 voor een aantal mechanismen gaan we dat uitrekenen. Maar op dit moment moeten we daar toch een soort van best guess voor gebruiken om toch iets te kunnen doen in de assemblage. Nou, en dan kun je je eigenlijk twee kansen voorstellen, namelijk aan de ene kant zou je kunnen doen, ik negeer gewoon het hele lengte-effect. Ik neem gewoon een lengte-effectfactor van 1, dus ik stel de faalkans van een vak gelijk aan die van een traject. Nou, als je dat doet, dan ben je natuurlijk redelijk zeg maar, optimistisch bezig. Hè? En misschien wat aan de onveilige kant. Nou, wat we aan de andere kant kunnen doen, is zeg maar, de standaard aanname voor het lengte-effect van binnen WBI. Dus dat is vaak een factor 3 bijvoorbeeld, of 2 voor een mechanisme als overslag. En voor pijping en macrostabiliteit kan het gerust een factor 10, 20 of soms zelfs hoger zijn. Dus dat zou de andere, hè, dat kunnen we ook doen. En dan stellen we dus een relatief strenge eis, die is vrij pessimistisch. Hè. Over het algemeen hebben we daar gezorgd dat we redelijk aan de conservatieve kant zitten. Hè, onder het motto van, als we er dan aan voldoen, dan weten we zeker dat het goed is. Nou, en de werkelijkheid, als we dat straks in 2019 gaan uitrekenen, de werkelijkheid zal ergens in het midden liggen. Maar we weten niet waar. Ja, dus in feite wat we hebben is twee mogelijke grenzen. Eén is, we houden geen rekening met het lengte-effect. Of twee, we houden er wel rekening mee en we nemen die relatief conservatieve waarde. En eigenlijk kun je datzelfde verhaal ook voor de faalkansbegroting doen. We hadden het kunnen negeren, dus voor elke toetspoor nemen we dezelfde eisen als op het traject. Dat is een beetje aan de optimistische kant. Of wat we nu binnen WBI doen, is dat we die factoren die ik net in de tabel liet zien, die doen we. Nou, dan ben je relatief conservatief bezig. Hè. Dat is een relatief conservatieve benadering. En ook daar zal de werkelijkheid wel weer ergens in het midden liggen. En dus dat zijn een beetje de grenzen waartussen we laveren. Nou, en dat komt dus tot uitdrukking in die categoriegrenzen. En wat we willen, als we nou bijvoorbeeld kijken naar die categorieën op vakniveau,
dan willen we dus eigenlijk zoveel mogelijk dat er een link is tussen die groene kleur op vakniveau en diezelfde groene kleur op trajectniveau. We willen dus eigenlijk dat als we een traject hebben waar alle vakken deze kleur krijgen, dat we dan zeker weten dat het traject als geheel deze kleur krijgt. Dat is namelijk een heel prettige eigenschap in zo'n assemblage. En datzelfde geldt voor al die andere kleuren. Nou, dat is precies de reden waarom we die, zeg maar, tweeslachtigheid zou ik bijna aanhouden. Want we weten namelijk zeker dat, dit is namelijk een vak waarbij je dus, of een traject goedgekeurd wordt. Hè? Zelfs heel extreem wordt goedgekeurd, een extreem goede beoordeling krijgen. Nou, en we weten alleen zeker dat we dat kunnen doen op basis van de vakoordelen, als we aan die vakoordelen extra strenge eisen stellen. He, dus als elk individueel vak aan die extra strenge eisen voldoet, dan weten we zeker dat alle vakken tezamen, rekening houden met het lengte-effect in die vouwkansbegroting, dat al die vakken tezamen ook voldoen aan de trajecteis. Nou, datzelfde geldt voor deze en deze. He, dus zeg maar de labels die duiden op goedkeuren, daar houden we dus die extra strenge eis voor aan. Maar als we nu gaan naar de categorieën die juist duiden op afkeuren, daar geldt eigenlijk precies het omgekeerde verhaal. Hè? Dus als we op vakniveau zelfs aan de meest coulante eis niet voldoen, hè, dus als we, nou, dan weten we zeker dat we op trajectniveau ook niet gaan voldoen en dat we dus ook aan dat afkeuren zijn. He, dus als we zeg maar de afkeurcategorieën, dan stellen we expres een extra coulante eis. Weten dat als je zelfs daar niet aan voldoet, dat er inderdaad sprake is van afkeur. Dat je natuurlijk ook zo min mogelijk ten onrechte afkeuren. Dus daarom stel je aan deze kant van de streep relatief coulante eisen op vakniveau. En aan deze kant van de streep juist relatief strenge eisen. Zodat je zeker weet dat je niet ten onrechte goedkeurt. En dat je ook weet dat je niet ten onrechte afkeurt. Nou, dat werkt allemaal heel goed voor deze categorieën, maar het betekent wel dat er daardoor eigenlijk een nieuwe categorie wordt gecreëerd. En dat kun je misschien wel hierin zien weer even, die figuur die ik eerder liet zien. Dus hier stellen we een extra strenge eis, en dus rekken we die eis nog even extra streng. En hier houden we hem eigenlijk hetzelfde als oorspronkelijk op trajectniveau. En dat betekent dat hij eigenlijk tussenin een soort lacune gaat ontstaan, hè? Een extra ruimte. En daarom is hier dus ook een extra categorie gecreëerd. En die hebben we een paarse kleur gegeven. En dat betekent in feite dat we van deze categorie, hè, als alle vakken in een traject in die categorie vallen, weten we eigenlijk niet precies, ja, waar je op trajectniveau op terechtkomt. Hè. Zit je dan in deze kant of zit je dan juist aan deze kant? Dat kunnen we op basis van die eerste kleuroordeling op vakniveau, kunnen we eigenlijk niet zeggen. Nou, dat is natuurlijk best onbevredigend. Het liefst wil je daar toch iets over kunnen zeggen. Maar dat is nou eenmaal de consequentie van het feit dat we nog niet die exacte kansen kunnen berekenen. Dat we dat pas in 2019 kunnen en dat we dat in 2019 ook maar voor een deel van de toetsporen kunnen. En dus dit is gewoon, die paarse kleur is in feite een noodzakelijk gevolg daarvan. Het feit dat we het nog niet exact kunnen uitrekenen. Nou, desondanks hebben we dat toch gezegd van ja, dat is best onbevredigend, want zeker als je kijkt naar mechanismen zoals macrostabiliteit en pijping, dan is deze ruimte, deze categorie, is eigenlijk best fors. Het is best groot. Dus het is een heel groot verschil. Omdat die vouwkansruimte en die lengteffect, dat leidt tot zeer veel strengere eisen dan wanneer je die weg zou laten. Dus daarom is deze ruimte voor die, met name voor die toetsporen, vrij groot. Nou, dat is onbevredigend, maar daar hebben we gelukkig iets op gevonden. Namelijk dat we toch een soort van benaderende vouwkansberekening doen, waarbij we toch benaderend die vakken gaan combineren tot een traject. En op zo'n manier dat we toch daar iets over kunnen zeggen. Nou, even resumerend. Hè. Dus we hebben dus drie niveaus waarop we die beoordeling doen. Alle drie hebben we dus die kleurcoderingen met verschillende categorielabels, maar ze corresponderen wel heel behoorlijk met elkaar. Dat was het nu niet verband, maar gaan we vandaag ongetwijfeld terugkomen, kunnen we ook de vragen ronden vanmiddag. Prima. Dat is meer even die details. Een vraag. Ik zie in de vorige sheets, zit me in dat tussengebied, nog even terug, zie ik bij 4 en 5 een T'tje.
Ja, dat is een fout. Dat had een beetje moeten zijn, excuus. Heel scherp, dankjewel. Dat gaan we gelijk verbeteren. Dat ook nog. Ja, nee, heel scherp, dankjewel. Die zit trouwens nog in. Die is, ja, klopt. Dat is een kopie van Pijsiet Stof. Ja, exact. Ik sla hem mentaal eventjes op. Dankjewel. Nee, dan moet ik de goede kant op gaan. Deze hebben we ook eerder gezien, hè? Die drie stappen die we dan doen. Nou, de reden dat ik het nog een keer laat zien is dat je hier ook die verschillende niveaus in terug kan zien. En ook waar je die categorieën gebruikt. En dus we combineren uiteindelijk zeg maar. We combineren al die vakken om tot een trajectoordeel per toetsspoor te komen. Nou, en welk kleurtje die je dan krijgt, nou, daar pakken we dus die categorieën voor, die Romeinse cijfers met het onderschrift T. Die categorieën per toetsspoor, per traject. Dan vervolgens komen we tot een totaalveiligheidsoordeel. Daar gebruiken we dus die categorieën voor het dijktraject als geheel bij. Dus die A'tjes, A+, en B, et cetera. En als laatste al die deelvakken met die ruimtelijke spreiding, daar gebruiken we dus de categorieën per toetsspoor, per vak voor. Nou, dan nog even belangrijk om te weten dat er zijn natuurlijk heel veel verschillende toetssporen en die hebben ook wat verschillende eigenschappen die van belang zijn voor de assemblage en hoe we daarmee omgaan. Dus groep 1, dat zijn degene die we probabilistisch rekenen, waar we dus echt een faalkans voor krijgen per vak. Groep 2 is waar we semi-probabilistisch doen en waarbij er als uitkomst een stabiliteitsfactor komt. En op basis van die stabiliteitsfactor hebben we dus, dat is dus geen faalkans, maar we kunnen daar toch wel al een goede schatting van de faalkans doen. Groep 3 is die we ook semi-probabilistisch doorrekenen, maar waarbij er geen veiligheidsfactor uitkomt. Groep 4 is alle overige mechanismen die we in feite zeg maar nog op de oude manier van toetsen doen. En dan de allerlaatste groep is indirecte mechanismen. En indirecte mechanismen spelen in principe geen formele rol binnen het assembleren. Hier nog even een opsomming van welke mechanismen zitten daarin. Ik ga daar nu niet op in. Het kost iets te veel tijd, maar ik denk het is wel handig om die sheet te hebben voor jullie ook als opzoektabel. Nou, ik heb het eerder vermeld. Hè. We gaan dus die combinatiestappen doen. Nou, hoe zit het nou in elkaar? Nou, in grote lijnen als volgt. Dus eerst gaan we die per toetsspoor al die vakken combineren. En er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Is het een toetsspoor waarvan een kansschatting beschikbaar is? Zo ja, nou dan gaan we dus echt op basis van die kansen gaan we die combinatie uitvoeren. We gaan dus echt kansen combineren. Dat is dus eigenlijk deze groep. En voor die andere, waarbij we dus alleen maar iets krijgen van een voldoet of voldoet niet. En dat wordt dan ingedeeld in een categorie, in een kleur. Dan kijken we gewoon van... wat is het zwakste vak? En dat is leidend. Ja, dus welk kleurtje. Hè? Dus als je allemaal groene vakken hebt, dan is het eindoordeel groen. Maar zit er één oranje of rood vak tussen, dan is dat ene vak leidend. En wordt dat het eindoordeel van het traject voor dat toetsspoor. Nou, en bij 1b gaan we dus die kans echt combineren. En dat doen we weer op twee manieren. De eerste manier is, we gaan uit van volledig onderlinge afhankelijkheid. En dan komt het eigenlijk min of meer op neer dat we alle kansen van die vakken optellen bij elkaar. Het is niet helemaal zo, maar bij benadering is dat zo. En de tweede manier waarop we dat doen is, we pakken het vak met de grootste faalkans. En die vermenigvuldigen met het lengte-effect. En dat wordt dan onze kansschatting van het gehele traject. En dan stap 3 is dan om het minimum van die twee te nemen. Nou, dat is weer een beetje een dualistische rekenmethode. Waarom doen we dat? Nou, in feite is het afhankelijk van het mechanisme welke methode het beste werkt. Dus deze methode werkt goed voor toetsporen zoals piping en macrostabiliteit, waar je relatief grote lengte-effecten hebt. En deze methode werkt juist eigenlijk weer beter voor toetsporen zoals overloop-overslag, waarbij je dus relatief klein lengte-effecten hebt. En door nou het minimum van die twee te nemen, garanderen we dat we een methode hebben die eigenlijk voor alle toetsporen goed werkt. In ieder geval de toetsporen waarvoor we een kansschatting hebben. Het minimum is dat je dan de kleinste kans overhoudt. Ja, dus dan ben je niet conservatief bezig. Klopt, maar de reden dat we dat doen is omdat zeg maar de methode die... Je hebt een bepaald toetsspoor en een van die twee methoden werkt niet goed. En het niet goed werken van die methode leidt per definitie tot een grote overschatting. Dus daarom nemen we het minimum. Dus het is niet zo dat we hier optimisme opeens in gaan bouwen. Zeker niet.
Nou, dan stap 2, dus dan combineren we al die toetsporen op trajectniveau. Er zijn weer twee smaakjes in. Van, we combineren eerst alle toetsporen waarvoor we een kansschatting hebben. En daar gaan we uit van dat die onderling onafhankelijk zijn. Dus dat we ze eigenlijk weer min of meer bij elkaar op kunnen tellen, die kans. En voor die andere toetsporen, waarbij we dus alleen een kleurcode hebben, daar nemen we weer dat principe van het zwakste toetspoor is leidend. En dan hebben we dus in feite twee oordelen van twee subcategorieën. Dat levert ons weer twee kleurtjes op. En daarvan nemen we weer van die twee, de slechtste score is dan weer leidend. Hè? Volgens het principe van de ketting die zo sterk is als de zwakste schakel. Jazeker. Met de eerste eigenlijk niet. Met de eerste wat? Stap 1? Oh, dit zijn vakken met twee. Ja, sorry. Dus dit is stap 1 waarbij je dus per toetspoor alle vakken combineert. Ja. Dus dat is even het schema. Dus dat is zeg maar deze stap. Ja. Combineren van. Dus daar gebruiken we die methode voor. En wat ik je nu liet zien was deze stap, waarbij we die verschillende toetsporen gaan oplossen. En dan voel je waarschijnlijk ook wel aankomen dat we nu die derde stap gaan doen. Dat is zeg maar die ruimtelijke ordening, waarbij we dus al die vakken gaan combineren. Nou, we hebben dus eerst die kleinste vakindeling moeten we maken. En hier nemen we in principe van weer van het zwakste vak is leidend. Dat kun je al gelijk zien. Dus daar zit een rood stukje. Nou, dat betekent dat automatisch die twee deelvakjes rood worden. Het zwakste stuk. En zo kun je dat hier steeds zien. Dus hier is een groene kleur, omdat alles hier groen is. Dus daar gebruiken we gewoon weer dat ketting is zo sterk als een zwakste schakel principe. En zo krijg je dus een aardig ruimtelijk beeld van waar de zwakke plekken zitten. Voor alle toetsporen gecombineerd. Nou, dit is even het overzicht van wat ik daarnet heb verteld. We hebben die verschillende groepen. 5 groepen, maar die indirecte mechanismen laten we even buiten beschouwing hier. Dus groep 1 en 2, daar hebben we een kansschatting van. Dus daar combineren we die foutkansbijdragen door echt die kansberekeningen te doen. En voor groep 3 en 4 gebruiken we dat methode van zwakste vakkers leidend. In stap 2 gaan we hier dus wederom die kansen combineren, maar dan als we die toetsporen combineren. En voor deze groepen gebruiken we weer het zwakste toetspoor, moet ik eigenlijk zeggen, is leidend. En dan heb je dus die twee subcategorieën en die gaan we dan weer combineren met elkaar om tot een veiligheidsoordeel te komen. En dan neem je weer de laagste categorie van deze twee, de slechtst scorende. Dat is dus stap 2 en stap 3 is dus wat ik net liet zien, waarbij je al die vakjes, voor elk vakje die toetsporen combineert. En wederom dat principe hanteert van het zwakste vak is leidend. Of het zwakste spoor moet het eigenlijk zijn. Ja, zeker. Die groep 5, wanneer komt die wel aan bod? Of hoef je die nog door deze? Er is discussie over hoe je met bijvoorbeeld niet-waterkerende objecten of andere indirecte taalmechanismen omgaat. Ja. Tot een oordeel komen zonder deze ronde? Nee, je moet ze wel doen, maar eigenlijk zeg maar in het assembleren, ze blijven. Buiten het assembleren, dus het blijft zeg maar als individueel spoor nog steeds gelden. Dus je moet nog steeds wel aantonen van die boom die daar staat, die speelt geen enkele rol. En als je het gevoel hebt dat die wel een rol speelt, dan moet je dat nog steeds wel rapporteren en kijken of er iets aan gedaan wordt. De assemblage toe om. Ja. En zo zitten. Oké. Okay. Dus, ja, dat is wel bijzonder. Of vergeet ik de nuance nu? Ja. Okay. We assembleren niet. Dat neemt niet mee in de methodiek. Niet in de foutkansberekening. Precies. Maar hij komt zo meteen wel. Ja, hij komt wel precies. Dus jullie moeten wel in de beoordeling meenemen en het moet ook gerapporteerd worden. Ja, dat snap ik. En hoe we dat doen, komen we zo meteen nog wel even terug. Maar in feite neem je het wel mee in de beoordeling. We nemen het niet mee in de methodiek. In de foutkans. Ja. Hij zit wel in je foutkans, maar dan als indirect mechanisme. Mm-hmm. Want je moet hem als scenario meenemen in een van de directe sporen. Ja. Dus daar zit hij eigenlijk in verborgen. Alleen, het kan dus zijn dat je dus moet zeggen van hij wordt heel erg bepalend in een bepaald, voor een bepaald toetspoor, in bepaalde vakken. Hè? Niet omdat de bodemopbouw heel erg apart is, maar omdat het niet van een keer object of zo, daar
een scenario, een kans bij haar heeft die dus heel erg exceptioneel is. Ja. Een gewoon vak geeft. Ja, iets dat. Maar de indirecte mechanismen hebben geen vaderlandse begroting? Nee. Straks, het programma is even zo opgebouwd, daarmee wil ik niet alle vragen afhangen hoor, maar even geruststellen dat dit soort vragen ook nog ruimschoots aan bod komen. Dus na de pauze hebben we een sessie waarbij we heel veel van dit soort specials nog even gaan toelichten. De rafelrandjes zou ik bijna zeggen van de assemblage protocol en assemblage tool. En daar hebben we ook een vrije vragenronde. Deze presentatie was echt vooral even bedoeld om de hoofdlijn te schetsen. Ja, is het tijd voor jouw stokje. Dan gaat nu Kind Sun gaat